Welkom lieve luisteraars, welkom bij Klasse. Alles over onderwijs bespreken wij hier in deze fantastische show. Mijn naam is Ben Kremers en tegenover mij zit de one and only Marvin Leter, Marimarv. Hier. En we vandaag Ivana hebben bij ons. Dankjewel. Ja, dankjewel voor jullie uitnodiging. Ja. Leuk dat je er bent. Hey Ivana, ik ga je een klein beetje proberen te introduceren. Ja. Ga ik proberen. Je bent oud-leerling van Marv, ja. Dus dat is natuurlijk alweer super tof. De ontwikkeling die je uiteindelijk doorgemaakt hebt. Je bent 22 jaar. Je hebt je diploma op de middelbare school gehad, op Pentacollege Oudemaas. Je bent doorgegaan naar Zadkine in Rotterdam. Je hebt maatschappelijke zorg heb je daar gestudeerd. Agogisch medewerker, GGZ niveau 4 heb je ook nog gedaan. Nee, dat is dezelfde opleiding. Oh, dat hoort erbij. Maar het is een soort van de uitstroom van maatschappelijke zorg en dan doe je die richting. Oh, doe je die richting. Agogisch medewerker, GGZ. Excuus. En momenteel ben je werkzaam bij VIVOR Kijverlanden. Zeg dat goed? Ja. Ja, hè? Tof. Fijn dat je hier bent. Ja, vind ik ook. Ja. Het is wel grappig hoe je eigenlijk in deze show bent gekomen. Want jij kwam op een open dag, was het? Of een open avond voor... Open dag. Ja, de open dag. De open dag was inderdaad. Het, hè? Ja. Hoe zat het ook alweer? Ja, ik ben met mijn broertje meegekomen. Want die komt, als het goed is, komend schooljaar bij jullie in de school. Eerste klas. Ja. Ja. Dus, ja. Jij herkende natuurlijk een hoop docenten meteen, of dat niet? Ja. Sommigen dacht ik ook van, oh, je moet snel voorbij lopen. Maar de meeste vond ik wel gezellig om weer te... Dus bij Marv dacht je van doorlopen? Of nee, helemaal niet. Nee? Nee, man. Zo. Dat zou me echt pijn doen, gek. Ja? Dat zou me echt pijn doen, want ik heb echt wel best wel gechilled. Het was echt een leuke klas. Ja? Was het een leuke klas? Ja, we hadden een leuke klas. Ja. En hoe was Marv als docent? Ja, ik vond hem altijd echt een super chille docent. Soms was hij ook wel een beetje heel streng voor ons. Maar in mijn laatste jaar hadden we echt een hele kleine meidenklas. En dan was... Marvin, het klinkt zo raar om dan opeens Marvin te zeggen. Ja. Meneer Leter. Meneer Leter. Meneer Leter, dat onze docent was altijd super gezellig. Ja, dat is echt nice. Ja. Wat maakt hem dan anders dan andere docenten? Ja, ik weet niet. Hij was gewoon super chill en gewoon met ons soort van. Ja, ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar hij was gewoon niet als een standaard docent of zo. Nee. Voelde je wel meer als een vriend dan als een docent? Ja, dat denk ik wel. Ook gewoon, ik zat met hem in het debatteam, dus ja, dan... Ja, ben je ook buiten je lessen om, ben je ook met elkaar. En ja, is gewoon superleuk. Het maakt het toch net een beetje wat anders en specialer dan andere docenten. Ja, klopt. Ja, mooi. Hey, parveren. Ja, toch? Ja. Nou, ik vond het echt een leuke klas, man. Ja? En als je even terugdenkt aan hoe Ivana was als leerling zijnde, kan je dat nog herinneren? Ja. Nou, je kan die klas wel echt heel goed herinneren. Je had ook Kimberly erin, hoe heet het, een ander meisje ook weer waar ik echt goed mee ging. Het Kimberly, Journey. Journey, inderdaad. Journey. Ja. Jullie waren de drie. Journey. Jullie waren de drie, inderdaad. Wat een goede naam is dat, zeg. Zelfs als Destiny ook zo'n goede naam. Maar nee. Journey, don't fuck with her, man. Want zij is echt super sweet. Ik zeg alleen dat het een goede naam is. I know. Ja. De Destiny vergelijking. Oh, deze is dat niet goed? Destiny is toch een... maar... It's your destiny. Maar Ivana, je kwam van basis, toch? Nee, van kader. Je kwam toch van kader. Je verward me elke keer. Nee, ik had echt het gevoel dat je constant... Ik weet alleen dat je gewoon echt wat serieuzer was dan de rest. Je was altijd wel een soort van bezig met je huiswerk. Probeerde je dingen altijd wel te fixen. En in het eerste jaar... kan ik me nog herinneren, want dat was het strenge jaar. Ik moest die kinderen echt... binnen de kaders zouden, want ze gingen alle kanten op, vooral Journey en Kimberly. Elke keer als ik hun les moest geven, kwam de zweet gewoon, zweetdruppels gewoon over mijn rug. Van god, ik krijg die twee weer. En constante strijd, jongen. Van ik moet ze voor me winnen, maar tegelijkertijd moest ik ook mijn grenzen aangeven. Want die twee kids deden maar wat gewoon. Dat was echt crazy. En je had Ivana, kwam gewoon een dingetje doen en ging weer in stilte gooien weg. Het bemoeide er heel weinig ergens mee. En in het vierde was inderdaad ineens die switch. Ja? Ineens heel raar. Nou was gebeurde al in het derde. Ontstond er een switch ineens met de kids. Ik weet niet meer wat er gebeurde. Had het volgens mij over iets. Ik denk dat het dat was. We hadden een onderwerp over gezinssituatie. En noem het maar op. En toen kwam er ineens een open gesprek. Daar veranderde iets ineens. En in Rea 4 was het gewoon een hechte groep. Was je mentor ook, of dat niet? Nee, nee, ik was gewoon een random docent. Okay. Maatschappijkunde zie ik ze net iets vaker toch dan de meesten. Ja. En het was gewoon een kleine groep van hoeveel, 10, 12 meisjes volgens mij? Ja, ik denk mij. Nog niet eens. Volgens mij waren we er echt maar met 6, 7 meiden. Klopt. We waren echt met weinig. Dat iedereen weet ik veel wat je ging doen, wiskunde of zo. Klopt, ja. Ja. En dat, ik kan me ook herinneren, examentraining was gewoon echt gewoon, als kleine groep gewoon bikkelen met z'n allen van we gaan dit gewoon doen, want ze waren super onzeker over dat vak. En constant moest ik ze weer oppeppen van hey, let's go, we gaan dit gewoon doen. En er waren ook gewoon mooie cijfers uitgekomen. Ja, mijn maatschappijleercijfer, daar ben ik nog steeds wel trots op. Ja, man. Dat was maar een van mijn hoogste cijfers. Ja, volgens mij was het wel een 8 of zo. Nee, het was wel een 8. Die hebben we wel gefixt. Ja? Mooie herinneringen aan die groep. En dat is die groep van afgelopen jaar. Heb ik dat ook met hen van ja, man, het was echt... kwamen ze ook vaak gewoon na de les even bij me gewoon chillen, gewoon praten, hadden het over de domste dingen gewoon. Ja. Maar het was gewoon super nice en ik volg hen. Nee, jou volg ik niet volgens mij. Maar dus, ik zie wel dat ze... Nee, ik ben, dat weet ook weer genoeg. Nee, ik ben moeilijk met terugvolgen. Dat ja, ik wil niet bepaalde signalen afgeven, maar het is wel dat... Volgens mij volg je me wel. Ja. Dus dan zie ik wel van oké, ze volgen me en dan zal ik ze terugvolgen. Nee, dan durf ik het nog voorlopig niet. Nee. Maar volgens mij gaat het allemaal wel goed met ze. Nou, even een leuke anekdote. Afgelopen week hadden we vakantie. En ik was met mijn kinderen even bij de McDonald's. En ik zie een oud leerling, Sam, zeg maar. Sam Visser. Die zag ik en, hey, meneer, hoe gaat het? En deze jongen had een best wel lastige tijd achter de rug. Zijn moeder was overleden en dergelijke. Ik zei, hoe is het met je vader? En goed, en mbo nu natuurlijk. En toen zei hij van, ja, en met de rest gaat het ook wel goed. Ik zei, met de rest gaat het ook wel goed. Ja, we zitten met z'n allen nog in de groepsapp. Ik zeg, wacht even, jullie zijn nu meer dan een half jaar van school en jullie zitten nog steeds... Ja, die is best wel druk en iedereen vertelt hoe het met elkaar gaat en dergelijke. En dat vond ik zo tof om te horen, dat ze nog steeds eigenlijk dan, nadat ze van school... Iedereen gaat toch zijn eigen weg, zeg maar, en hun zitten nog steeds met elkaar. Ja. En ze vragen ook regelmatig, joh, meneer, maar kan ik even langskomen op het Oudemaas? Maar... Vaak ben je dan druk, weet je, en heb je lessen, voorbereiden, doen bijvoorbeeld vergaderingen. Ik zei, nou weet je wat we doen, anders gaan we met elkaar voor lunchen of iets dergelijks. Ik zei, gooi het als in de groepsapp, of we elkaar, er zitten 20 van die kids in. Ja. Gewoon 18, die er dus, met 18 gaan we dus gewoon mee, hè. Crazy. Dus gaan binnenkort bij Helle Happy Italy, gaan we even tegen reclame maken. Gaan we met z'n allen lunchen. Ja. Zijn jullie nog connected met elkaar? Met Journey ga ik wel nog steeds. Anders kill jij mijn verhaal eventjes. Ik zit er helemaal trots te vertalen en in één keer gaat die bam in één keer overheen. Sorry, nee. Hey, leuk voor je, man. Leuk voor je. Hey, tof. Nee, dus zeg maar dat jullie een groepsapp hebben. Ik denk van, hè, zijn... Ja, sorry. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar ik vind, wat ik wilde zeggen is eigenlijk dat ik het heel tof vond en leuk om te zien. Dat ondanks dat ze al ruim een half jaar van school af zijn, van de middelbare school af zijn... Dat ze nog steeds dat contact met elkaar hebben, zeg maar. En als je dan vraagt van, joh, wie gaat er mee lunchen? Dat er gewoon van de 20 gewoon 18 meegaan. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik kan nu al bedenken welke twee niet meegaan. Ja, dat zou best wel kunnen inderdaad. Ja, dat doet er voor de rest niet toe, weet je. Ik zei vooral, ik had niet verwacht dat er zoveel zouden zijn eigenlijk. Maar dat vind ik gewoon heel tof. Dat wordt dat is sowieso ook een rechte groep, hoor. Ja, dat is waar. Ja. Dat vond ik even mooi om te vertellen. Maar nu mag je je vraag stellen. Ja, zijn jullie nog connected met elkaar? Nee, niet heel erg. Journey spreek ik dan, daar ga ik nog steeds mee om. Mm-hmm. Jaded spreek ik nog regelmatig, zat dan niet in onze klas, maar ook van de Oudemaas wel. Mm-hmm. Nou, Samuel, ik weet niet of je Samuel les hebt gegeven. Ja. Maar die was dan de derde toch van school af? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ja, ik ken hem echt al sinds klein, dus ik heb dat helemaal niet bijgehouden wie, waar... Als ik het, ik wil niet gissen hier, want zometeen zeg ik even verkeerd. Donkere jongen, toch samen? Ja, die was al van de derde van school. Ja, ik heb echt geen idee, maar die spreek ook nog regelmatig en verder niet heel veel mensen. Nee. Ik kom nog wel eens regelmatig iemand tegen op een feest of een festival of zo en is wel weer helemaal gezellig. Ja. En daar blijft het dan ook wel bij. Jammer, Journey. Ja. Oh, en welke uitzendprofiel had je op de Oudemaas gekozen? Zorg en welzijn. Zorg en welzijn, inderdaad. Ja. Komt daar ook je nagelfascinatie vandaan, of dat niet? Nee, dat deed ik echt heel vroeger, vond ik dat al heel erg leuk om te doen en toen dacht ik ga ik toch niks meer doen, vind het toch niet zo leuk, of kan het toch niet. En nu sinds een tijdje ben ik daar opeens weer helemaal, liet ik mijn nagels doen, ik vond het eigenlijk veel te duur worden. En toen dacht ik, dit kan ik eigenlijk zelf ook. Dus toen ben ik dat zelf maar gaan doen. Nu een tijdje geleden cursus gedaan, dus ook een beetje dat langzaam. Dus je gaat je eigen bedrijf opzetten daar? Nou, dat niet, want ik hou wel gewoon mijn vaste baan nog. Gewoon daarnaast. Ja, precies. Gewoon als hobby, gewoon voor de leuk, voor vrienden en familie nu en dan misschien... Crazy, Ivana gek. Ik denk weer, jij was echt een van de serieuzer inderdaad. Gewoon super chill. Maar dat is ook wel, als je vindt het niet raar om haar dan nu zo te zien. Toen was ze 15, 16, weet je. Nu is ze 22, heeft ze een fulltime baan, toch? Ja. Fulltime baan. En als je nu met haar praat en toen, zie je dan grote verschillen? Nee, zij zat in het debatteam. Dus de gesprekken waren wel altijd wel op een niveautje. Ja, oké, dus maar dit is nu echt volwassen. Ja, nu is ze volwassen, nu zie ik gewoon een volwassen Ivana naast me inderdaad. Weet toch? En ook dat ze gewoon de werk heeft. Maar dat ze wel veel kon en veel snapte en veel begreep. Ja, ook daarin kan je haar de flowers geven. Dus ze zat in het debatteam en ze waren gewoon Nederlands kampioen geworden. Omdat ze alle vijf gewoon echt wel wat kon door. Ja. En het echt wel goed zagen allemaal. Snap je? En ook dat is gewoon een apart verhaal, want eigenlijk waren we niet super goed voorbereid op dat toernooi. En waren we de ochtend daarvoor, waren we alle stellingen gewoon even op een rij aan het zetten, argument op een rij, bus nog even drillen. En ze sloopte gewoon heel dat toernooi, alsof het niets was. Ja, ja, crazy. Ja. Snap je? Dus daarin, want wie zaten er nou in? Denise. Ja, Walter, Emmanuel. Walter. Thomas. Iris inderdaad. Ik zag toevallig laatst nog een foto voorbij komen. Die stuurde mijn moeder mij dat we Nederlands kampioen waren geworden. Dus, ja. Maar het staat niet heel erg scherp meer. Ik weet alleen dat ik echt... Toen had ik toevallig heel veel buikpijn die ochtend. Ik had echt een rare buikgriep of zo. Ja, klopt. Dus ik heb zelf toen maar 2 debatten of zo meegedaan. Die laatste 2 hebben meegedaan, toch? Ja. Die waren de belangrijkste, toch? Ja, die waren de belangrijkste, toch? Ja, eerst als een soort van ijsbreker, toch? En dan was gewoon even iemand terugvliegt. Kom maar. Ja, helemaal gereed. Even wisselen. Maar, even wat anders. Wat vind je ervan dat zij... eigenlijk zegt van dat je eigenlijk een soort vriend bent van de leerling. Wat vind je daarvan als ze dat zegt? Ja, maar je weet toch ook over denk ik. Ja, nou, maar wat vind je daarvan? Nou, ik vind het super mooi om dat te horen. Maar sta je dan niet te dichtbij bijvoorbeeld, om even advocaat van de duivel? Ja, maar dat zijn geen bewustjes toch die ik doe. Nee. En, kijk, ik vind het altijd een soort van awkward om het te horen, omdat ik... omdat ik moeilijk met complimenten om kan gaan. Dat weet je nu ondertussen. Gaat wel steeds beter. Ja, ik begin nu steeds meer dankbaar te zetten in plaats van het af te slaan. Precies. Maar ik ben wie ik ben, man. Snap je? En voor de klas, vooral het eerste jaar. Kijk, ik kan streng zijn, ik kan echt kinderen, ik kan binnen de kaders blijven. Maar het kost me ook heel veel energie, omdat ik totaal niet zo ben als persoon zijnde. Snap je? En ik kan echt wel boos worden, maar terug in de tijden, toen was ik oud, was ik, ik weet het geen eens meer. In die periode was ik... toen de dinosaurussen net klaar waren. Ja, echt hè. Maar toen zat ik ook, mijn fout was toen de tijd, was dat ik, als ik optrad, was ik net een stap te laat. Dus dan deed ik het uit een bijna ontstaande boosheid. Dus dat heb ik ook geleerd dat ik dat nu voor ben. Dus al die dingen kan ik wel, maar het kost me gewoon te veel energie omdat ik in de kern niet zo'n persoon ben. Nee. En in de 4e was ik gewoon volledig mezelf. Ja. Snap je? Af en toe een muziekje opzetten, gewoon chillen, we maakten de grapjes en we bleven wel gewoon puur op de stof. En want als er wat gedaan moest worden, werd het ook gewoon gedaan. En je merkte gewoon dat zij allemaal op een gegeven moment vanaf eindperiode 2 beseften van gaan examen doen, dus let's work. Ja, dan werk ik gewoon lekker en dan werk ik gewoon liever met kids waarvan ik gewoon lekker mezelf kon zijn. Want dat is ook wat ik wilde toen ik op de middelbare school zat. Maar is het dan, vat ik het dan goed samen als je zegt van de behoefte was eigenlijk dat ik even streng moest zijn. Want als ik dat niet deed, dan loopt het misschien wel uit de hand in de zin van dan nemen ze een loopje met je of iets dergelijks. Waardoor je heel streng begint en dat je daarna wat meer jezelf kon zijn en het meer losliet. Ik weet niet of de behoefte daar was bij de kinderen, maar het was wel voor mezelf even nodig, toch? En dat was in die fase waar ik in zat toen als docent zijnde. Dat ik merkte dat 2 leerlingen heel erg de sfeer gingen bepalen. En dat ik toen de tijd er niet mee kon omgaan zoals ik er nu mee omga. Snap je? En dat ik dacht van, hé, jullie inderdaad nemen een loopje met mij. En het draaide toen heel erg om mij. Van, moeten geen respect voor mij verliezen. En pas dat ik toen de tijd ook gewoon hetzelfde geduld kon hebben zoals nu. Ja. Snap je? Dus wat ik toen de tijd ging doen was heel erg het strak houden. Want ik wilde geen grip verliezen. En pas omdat ik juist meer grip kreeg na dat moment dat we gewoon een goed gesprek hadden. En wederzijds vertrouwen was er. En het grappige is, ik heb nu ook zo'n groep. Dit jaar, dus niet het schooljaar, maar dit jaar ben ik pas mee begonnen. Dus na een half jaar en dan merk ik van ik heb een behoorlijke achterstand. Ik ken de namen niet, ik weet de cultuur niet van de klas. En dan merkte ik gisteren bijvoorbeeld van, en Ivana kan het beamen, dan vroeg ik aan ze van willen jullie zelfstandig gaan werken? En dan blijven ze maar praten. Vroeger zou ik lauw worden. Snap je? Ik zou echt alles eraan doen om kinderen gewoon aan het werk te krijgen dat het stil was. Ja, en toen besefte ik ineens van, op dat moment dacht ik van nee man, gisteren van, ik raad dit aan ik check wat mijn aandeel is, ik ken de meeste namen niet van die leerlingen, ik laat dit gaan. En dat doet heel veel van binnen bij mij, maar dan besef ik van, dit is iets van mij, je weet toch? Ja. Ik kan niet van die kinderen verwachten dat ik mijn onzekerheden op hen ga projecteren, omdat zij aan het praten zijn en ik verlies zogenaamd regie, want ik verlies geen regie. Want ondertussen zijn ze gewoon aan het werken. Dus wat ik voor mezelf heb gezegd is van, nee, weet je, ik laat deze gewoon gaan. Ik ga morgen, eigenlijk heb ik het niet gedaan, dan ga ik dus morgenochtend echt meteen doen. Smoelenboek kopiëren, even de namen uit mijn hoofd leren, zodat ik echt alle namen weet. Dat ik iedereen gewoon persoonlijk kan aanspreken van, yo, weet je, ik heb het net aan je gevraagd, wil je gaan werken alsjeblieft, weet je toch? Ja. Dat ik toch nog het gevoel heb van, ik heb regie over de situatie. En pas van, als kinderen willen praten, praten ze. Je kan op je kop staan. Maar uiteindelijk is het dus een compliment als een leerling je vriend noemt. Ik vind het een super compliment als een leerling mijn vriend noemt, maar ik vind het een moeilijk. Ik ben te lang van stof. Ik vind het ook tegelijkertijd gevaarlijk, toch? Omdat ik hou van mijn werk, ik hou van om met leerlingen te werken. En het is niet dat ik het daarom doe. Nou ja, snap je? Ik vraag het, want waarom, Ivana, waarom had je het bijvoorbeeld bij Marvin wel en bij andere docenten niet? Ja, nou ja, Marvin. Nee. Ja, je kon gewoon, soms als er dan iets in de klas bijvoorbeeld gebeurde of het ging persoonlijk even niet goed met jou, dan nam hij gewoon even apart en dan zonder te judgen of zonder iets, zonder dat hij anders naar hem ging kijken, kon je er gewoon even over praten en dan kon je terug in je les gaan en dan ben je ook gewoon weer oké. Ja. En andere docenten, als jij er niet bij bent met je hoofd of iets, dan zouden ze je er eerder uitsturen en dat ze even apart nemen om te kijken van oké, wat is er eigenlijk aan de hand? Dus dat was wel echt, dat het voor mij in ieder geval maakte dat het heel erg, vooral een veilig gevoel gaf in die klas. Ja. Dus op dat moment had jij de behoefte aan even aan iemand die inderdaad even zegt van, hé, hoe gaat het met je? Ja. Maar snap je, daarom ben ik zo lang van stof. Dat is exact mijn punt. Kijk, ik waardeer alles wat je zegt. Want ik bedoel van, we kwamen elkaar na 6 jaar tijdens de open dag tegen. En dan praat ik nog steeds met je. En dan vind ik het super nice om je te zien. En wat ik ook tegen Ben zei, van, hij vroeg aan me van, heb je een anekdote over? Dat zei ik ook tegen hem van, hoe ik jou zou nu leren kennen als we elkaars leeftijd waren. Was je mijn mattie geweest, want ik zou gewoon dood met je chillen. Dat weet ik nu al. Maar het gaat om van, als ik zo'n compliment krijg, ben ik heel voorzichtig ermee, omdat ik met een heel team te maken heb. En ik heb dan het gevoel dat als een leerling zegt van, ik ben jouw mattie, zeg ik van, ik heb iets goeds gedaan en mijn collega niet. Snap je? En daarom denk ik van, ik ben heel voorzichtig daarmee. Want ik weet niet of je het zo moet zien, man. Ik zou het zo niet zien. Ik snap dat jij het niet zo ziet, maar bij mij is het van, we doen het als team zijnde, toch? En daarom... Tuurlijk, je doet het met alle collega's en ik denk dat het goed is dat iedereen anders is, hè? Dat je ook die docenten hebt die zeggen van, je bent veel te vervelend of weet ik veel, wat gaat er maar uit? Prima, hè? Iedereen moet doen wat bij haar of hem past. Maar ik heb dus een keertje ook een kaart gehad van die mentorklas die ik heb gehad en daar stond in van, meneer bedankt voor alles, bla 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 bla, en u bent ook onze beste vriend. Nou ja. En toen ben ik dat ook dus gaan vragen, wat blijkt dat dan van, nou ja, die beetje soortgelijk van, u bent onze leraar en u geeft ons kaders, u helpt ons op de leerstof, zeg maar daarbuiten vind ik het eigenlijk veel belangrijker. U helpt ons ook als mens ontwikkelen, zeg maar, en u staat ook voor ons klaar als we het inderdaad lastig hebben of toen... die jongen bijvoorbeeld zijn moeder overleden was, dat ik dat met de klas bespreek, dat ik alles in samenwerking met hem deed, tot het oog voor de mens, het oog voor het kind, het oog voor de leerling. En dat wordt heel erg gewaardeerd, denk ik. Ja, zeker. Dat denk ik dat wel... Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Dus dit gezegd hebbende, gaan we even naar een muziekje luisteren. Kelly zat ook in het team. Wie? Kelly. Kelly. Okay. Ja, toch? Kelly zat toch bij ons in het team? Ben je niet zomaar troep aan het zeggen? Ik had echt zo'n mooi debatteam, ja toch? Ja, ik had zo'n mooi bruggetje naar het muziekje toe, maar laat maar uit, Burna Boy. Ja, die wil je horen. Waarom wil je die horen? Ja, deze staat gewoon echt op repeat bij mij. Ik word er gewoon helemaal blij van. Je wordt er gewoon blij van. Hey, we hadden het net over een docent die een vriend kan zijn en dergelijke. Ik zei nog eventjes, gelukkig hebben we de diversiteit tussen de docenten. Vind jij dat ook dat het goed is, Ivana, of had jij liever alleen maar meneer Leters gehad? Nee, dan denk ik dat het toch wel een klein beetje uit de klauw is gelopen. Ondanks dat meneer Leter toch altijd zijn grenzen wel neerlegde. En vooral heel erg in het begin. Als ik dan terugdenk, dan was het echt van oké. Er niet overheen. En dan op een gegeven moment werd het steeds een beetje losser. Het was niet gelijk helemaal los. Maar en dan heb je andere docenten. En daar was ik gewoon een beetje, dat ik dacht van oké, nu durf ik echt mijn mond niet open te trekken. Of als ik mijn boek ben vergeten, dan fix ik heel even snel een ander boek. Want anders heb ik gewoon echt een probleem. Ja, precies. Dus ik denk wel dat het goed is dat elke docent een beetje zijn eigen stijl heeft. En, allemaal anders doet. Ja, en je, je leert je ook aanpassen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je leert bij die bepaalde normen en waarden, die bepaalde normen en waarden. En bij iedereen is dat weer een beetje anders. Ja, zeker. Toch, Marv? Zeker. Ja, ja. Mooi gesproken? Wie? Van mij? Ja, dat is zeker mooi. Ja, dat is zeker mooi gesproken, ja. Nee, uiteindelijk ben je van de Oudemaas afgegaan. Toen ben je naar het mbo. Hoe was de stap van de middelbare school naar het mbo voor jou? Ja, ik wilde dus... De opleiding die ik wilde doen, die kon je ook hier spijkenissen doen. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik ga naar Rotterdam. Ik ga nieuwe vrienden maken. Ik ga nieuwe mensen leren kennen. Ik ben samen met Journey in de eerste week zelf de opleiding gaan doen. Ja, zij vond het dus de stap van... Ja, Journey was na een week gestopt, toch? Nee, ze was niet gestopt. Ze was naar spijkenissen gegaan. Oh, heb je gewoon laten vallen? Ja, nou, niet per se laten vallen. Maar ze dacht gewoon, ja... Ik weet eigenlijk niet wat ze dacht. Volgens mij was het gewoon een iets te grote school. Of we gaan Journey nu even bellen. Heb je Journey, heb je Journey's nummer? Ja, tuurlijk. Bel haar. Nee, maar dus zij ging naar Spijkenisse en jij bleef in Rotterdam. Ja, en ja, het is niet helemaal gegaan zoals ik wilde. Ik heb mijn opleiding afgemaakt, maar ja, die nieuwe vrienden, die zijn er niet van gekomen. Nee? Nee. Waar lag dat aan dan? Ja, het waren gewoon allemaal niet mijn type mensen. Het was allemaal heel erg anders. En, ja. Dat is toch een grote stap van Spijkenisse naar Rotterdam, hè? Ja, ja, ook dat. En ja, heel veel mensen die waren toch nog een beetje op spelletjes. En ja, ik wist altijd bij wie ik wat kon flikken bij elke docent. Zowel op het mbo of op de Oudemaas. Maar sommigen, ja, die waren gewoon niet heel erg serieus. En ik denk wel van, ja, dit is wel iets wat ik heel erg graag af wil maken. En zo snel mogelijk ook. Want ik heb geen zin dat ik dadelijk niet mag blijven. Want in het eerste jaar moest je dan ook een bepaald cijfer, volgens mij 7,5 gemiddeld staan... om niveau 4 te blijven mogen doen. Want anders moest je niveau 3 gaan doen. Dus ik dacht, ja, ik moet echt het eerste jaar even strijden. Maar je was heel serieus al, toch? Dat zijn nou, maar het is gewoon een terugkerend ding, toch? Je hoort het weer. Ja, ja, ik vind dat zo gruwelijk. Ik moet het halen, dus en je hebt het gehaald. Dan was er één ander meisje en die was dan ook wel heel erg serieus. Gingen we ook wel eens samen na school, gingen we dan samen dingetjes doen. Maar ja, dan is het, ja, het is gewoon een heel ander type en het is gewoon... Ja, ze was leuk voor op school, maar buiten school zou ik niet. Nee, maar dat is toch goed. Nooit met haar denken van, nou, we gaan eens gezellig met jou een drankje doen. Waarom heb je geen hbo'tje er aan vastgeplakt? Omdat ik ben maar net... ik wil eigenlijk stoppen met mijn opleiding, want corona kwam. Ja. Ja, en thuiswerken, dat kan ik gewoon niet. Ik heb gewoon echt die externe motivatie nodig. Shit, iets dat mij naar school stuurt. Iemand... Ja, anders doe ik het gewoon niet. Nee. Dus toen wilde ik eigenlijk stoppen. En die docent toen heeft echt tegen mij gezegd... zou zo zonde zijn als je nu in je laatste halfjaar stopt. Ja, precies. En toen dacht ik, als ik nu een hbo-studie moet gaan beginnen thuis... dan kan ik net best mijn geld gewoon weggooien. Want het gaat er gewoon niet worden. Nee. Maar nu via mijn werkgever wil ik wel gaan beginnen aan alsnog mijn hbo-studie. Nice. Ja, dan kom ik goed met jouw serieuze... Hè? Ja. Ja, ik ben echt trots op haar. Nice. Ja, ja. En hoe was de stap van... Ik zeg altijd, op de middelbare school ben je leerling... Hè? En op het mbo ben je student, zeg maar. Want dan krijg je meer vrijheid. Hoe ging jij met die vrijheid om? Ja, ik vond het eigenlijk wel lekker. Niemand zit eigenlijk op je huid. Jij was natuurlijk al vrij serieus, dus dan kan ik me voorstellen dat het dan... Ja, ik wil niet zeggen dat ik zo heel serieus was, hoor. Je was ook niet een nerd, zeg maar. Dat was je ook weer niet. Nee. Ik deed mijn ding en ik ging. En soms, ging ik wel een beetje met de chaos mee natuurlijk. Dat is wel, ja, gelukkig. Ja, het moet niet al te saai worden. Maar ja, daar ben je gewoon eigenlijk niemand. Want het is zo'n grote school. Als je Bentenplein of iets hebt. Ja, dat is echt huge. Ja, het is vreselijk. Het is echt vreselijk. Ik raad ook ik wil niet zeggen niemand aan om naar de school te gaan. Even reclame maken hier. Maar, ja, het is gewoon zo'n grote school. Niemand heeft oog voor je. Als je niet komt, het zal echt niemand boeien of jij er bent, ja of nee. Ja. Dus dan ga je eigenlijk van die betrokken docent, hè, die je af en toe nodig hebt, naar de grote school. En daar heb je eigenlijk diegene dus niet. Nee. Was dat het ook minder leuk maakte dan? Nee, ik vond het wel uitdagend of zo. Want dan denk ik, oké, bij wie kan ik te laat komen? Bij wie kan ik dus ietsjes eerder weg? Dus ik was wel een klein beetje aan het spelen daarmee altijd. Met mbo. Wat ik me altijd afvraag of we er goed aan doen, hè, dat we zo betrokken zijn en handjes vasthouden tot aan de finish. Goeie vraag. Voor het vervolg van het mbo. Want ik had een Ryan, die ook hier was gekomen. Ja. Heeft natuurlijk op het mbo gewerkt en heeft heel vaak mij duidelijk gemaakt van bro, wat doen jullie daar? Want ik krijg heel vaak leerlingen van de Oudemaas en die kids zijn totaal niet self-sufficient, man. Let's go, zorg ervoor dat die kids zelf aan de slag gaan. Ja, maar ik vind het verschil tussen betrokkenheid en zelfstandigheid, er zit natuurlijk wel een verschil. Wij zijn natuurlijk betrokken en ik denk dat wij wel in eerste instantie vragen, hè, wat vind je er zelf van? Of wat heb je er zelf aan gedaan? Of, kan jij benoemen wat we allemaal hebben gedaan om jouw examen te doen? Nee. kan je dat niet meer benoemen. Dat is 6, 7 jaar geleden voor de raad. Dus wat doen wij allemaal voor die kids? Wat wij doen? Ja. Ja, omdat het is toch een leerling, wat ik doe, is constant een soort reminder. Ik ben een soort lopende agenda voor ze. Ja. En ze herinneren, hé, jij moet nog een toets inhalen. Onthoud dat je de toets nog moet inhalen. Mm-hmm. Een week later heb je de toets al ingepland. We gaan nu een afspraak maken, want als we nu geen afspraak maken, ga je de toets niet aanhalen. Nou, en op het mbo is het natuurlijk heel anders. Dus we zijn een soort lopende agenda. En dat moet ook wel, want we moeten alles in orde hebben voordat ze examen mogen doen. Want anders kunnen ze ook geen examen doen. Ja, mbo's is dan natuurlijk een andere... Exact, en daarom denk ik over na, want het is nice dat te doen. Maar ik weet nog dat ik 2 schooljaren geleden was ik dwars aan het doen. Ik weet niet of je dat nog kon herinneren. Toen waren we allemaal van die lijstjes aan het maken. Mm-hmm. En ik wilde het niet meer. Nee. Ik dacht van, dag, ik ga het niet meer doen. Moeten die kids echt zelf kunnen. En toen kreeg ik inderdaad horen van onze toenmalige teamleider van ja, maar hey, luister, er zijn nog steeds kids van 15, 16 jaar. Ja, en ik vond het hartstikke mooi al die lijstjes, maar uiteindelijk gaan ze naar het mbo en ik denk dat Ivana hartstikke goed kan aangeven van hé, daar worden geen lijstjes gemaakt. En daar krijg je gewoon te horen van 9 november moet je iets inleveren en ben je te raad. Ja, en ik denk dat dat wel echt wel een soort van best wel een hoog drempeltje is voor die kids man. Ja. Maar gelukkig heb je dan van die meeloopdagen, hè, dat ze kunnen tegenwoordig meelopen op het mbo, kunnen ze checken of het wat is. Ze hebben natuurlijk, ja, open dagen is natuurlijk iets anders, maar dan krijg je wel een hoop informatie. Ja, voor de rest is het gewoon ervaren en wat wij dan proberen is ja, om ze een soort van klaar te stomen op onze manier voor die volgende stap. En je kan het nooit helemaal nabootsen, je kan het niet simuleren zeg maar. Maar op onze manier doen we ons best en betrokkenheid vind ik heel goed. En ja, we stimuleren ook die zelfstandigheid gewoon en bepaalde competenties die ze nodig hebben. Om te slagen op het mbo. Ja. Wat was je oei-moment op het mbo dat je dacht van oei? Een oei-moment? Ja, dat je denkt van oei, zo echt serieus moet ik dit 4 jaar lang gaan doen? Dat is wel heavy. Ja, dus dat eerste jaar toch wel die 7,5 gemiddeld staan. Ja. Dat was echt taai. En uiteindelijk stond ik volgens mij 7,3. Toen zei ze ja, het gaat hem niet worden. En toen ben ik heel boos geworden. Ja, het is nu hoe ziet dat eruit als jij boos wordt dan? Ja, niet per se heel boos, maar toen wilde ik eigenlijk wel dat ik dacht van ik wil eigenlijk gewoon, vind het onzin. Ja. Er staan 0,2 punt. Te laag. Ja. Ja. En uiteindelijk hebben ze hem toch in de niveau 4 klas ingedeeld zonder dat ik daar eigenlijk nog vanuit was gegaan. Dus dat was wel dat ik dacht, nice. En die coronaperiode was echt taai. Maar waarom moest het een 7,5 zijn dan? Waarom een 7,5? Ja, ik heb echt geen idee wat dat was. Heb je dat ook nooit gevraagd? Ik zou dan vragen van, joh, waarom is dat dan? Ja, je moet gewoon een bepaald iets hebben om dus dat niveau 4 te doen. En althans helemaal, als je dan van VMBO kader komt, dan... Mm-hmm. Ga je al gauw naar volgens mij naar een mbo 3 opleiding. Dus je moet wel, gewoon ja, klopt. Ja, een bepaalde cijfer behalen om dat te mogen blijven doen. Ja, dat is wel zuur hoor. Ja, dat is zeker zuur. Maar ja, aan de andere kant, je hebt het gehaald. Ja, toch? Bijna. Wat is je mooiste herinnering aan het mbo? Mbo? Ja. Ja, dat ik toch mijn diploma mocht ophalen. Ja, dat was het gewoon, dat je weg kon gaan. Dat ik weg kon gaan. Dat ik weg kon gaan. Ja, het was wel jammer dat ik dan niet echt die diploma-uitreiking heb gehad. Omdat, ja, dan mocht je hem gewoon ophalen, 1 voor 1 bij de docent. Want dat was ook ietsjes vertraagd. Ja. Dus ja, dan mocht ik hem ophalen. Oké, gefeliciteerd, goed gedaan. Ja, niemand mocht ook met me mee, dus dan ga je daar alleen. En heel dat gebouw is dan leeg en dan moet je 8, 9 hoog. Ja, dat is shitty, man. Ja, dat was wel iets dat ik dacht van, dit is wel echt heel erg jammer. Een beetje een domper. Daarom moet je HBO gaan doen, dan kan je het opnieuw proberen, toch? Ja. Ja. Tenzij er weer een coronavorm komt. Nou, even niet. Even niet. Ik heb ook mijn diploma in een vertraging gehaald. Dat is echt kut, jongen. En jij hebt het nog extra met corona. Ja, maar 10 jaar is niet erg, hoor. Over mijn opleiding? Nee, hoor. Ik heb er 6 jaar over gedaan, hè. 6 jaar. Nee, joh. Iedereen doet het op haar of zijn manier, toch? En ik vind het mooie... ik vind dat het HBO nog werkt op de manier van 20, 30 jaar geleden, zeg maar. En dat alles op papier moet, onderzoeken. En dan snap ik wel dat je een bepaald niveau moet aantikken. Hè? Dan snap ik wel dat je moet laten zien dat je capabel genoeg bent om dat te doen. Alleen, dat kan op zoveel verschillende manieren. En toen ik zelf de HBO ook deed, zeg maar, heb ik daar ook echt heel veel feedback op gegeven van ja, dit is niet oké. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een stukje beroepsontwikkeling hadden wij dan. En dan moet je laten zien wat je dan kan. Dan moet je natuurlijk allemaal vanuit de theorie onderbouwen. Ik heb gewoon een film gemaakt. Nice. Bijvoorbeeld, ik heb alles gefilmd en die theorie heb ik dus verteld. Nou ja, dat is voor mij werkt dat, weet je, door het te vertellen en dergelijke. Ik ben in woord, zeg maar, sterker als op schrift, zeg maar. Dus, en nou, de halve opleiding viel daarover van, nou, dat mag eigenlijk helemaal niet, hè. Dit, nou, met godsgratie is dat dan, is het goedgekeurd. Ik had wel een 10 trouwens, dat even te zeggen. Ja. Maar is dat goedgekeurd, maar daarna mag ik het nooit meer doen. Nou, en ik denk dat we daarin met z'n allen best wel kritisch een keertje naar kunnen kijken. En ook kritisch mogen zijn van, wat is van nu? Ja. Weet je, wat is er nodig ook voor nu? Dus, maar ja, dat is mijn mening en gelukkig denken heel veel mensen daar anders over. Dus, ja, toch? Wie weet gaat dat ook nog een keer veranderen, joh. Ja, de eerste zit er alweer op, joh. Episode. Ja, het gaat zo snel, hè. Ja. Ja, leuk. Hey, ze moeten vooral blijven luisteren, want dadelijk ga jij vertellen wat voor werk je nu doet. Echt heel interessant, tenminste wij vinden het echt heel interessant. En ja, hoe je daarbij bent gekomen en wat je daadwerkelijk dus allemaal doet. Dus blijf vooral luisteren, vooral naar de volgende episode. Ik wil je bedanken voor nu alvast. Ja. Tof dat je er was, ik hoop dat je het tof vond. Marv, yo. Gaat het? Ja. Ja, goed zo. Je zat alweer even in Dromenland. Ja, buik. Hey, jij bent natuurlijk een fanatiek luisteraar van onze podcast natuurlijk. En jij weet natuurlijk dat onze gast natuurlijk de aflevering, de episode mag afsluiten. En dat mag je doen door een SO, iemand bedanken, een liedje zingen, een dansje, dat zien we helaas dan niet. Maar je mag iets leuks doen om de show af te sluiten. Dan mag je nu nog even over nadenken. Dan zeg ik tegen alle luisteraars, dankjewel voor nu. Tof dat jullie er waren. Tof dat je weer luistert. Allemaal duimpjes omhoog natuurlijk, maar dat snappen jullie natuurlijk wel. Tot de volgende. En het woord is aan Ivana. Ja, super origineel, maar ik wil toch echt jullie bedanken dat ik hier mag zijn. En dat jullie me hebben uitgenodigd om mijn verhaal te mogen doen. En dat jullie het